Hoi, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. En vandaag wil ik allereerst sorry zeggen dat er vorige week geen video online is gekomen. Maar daar gaat eigenlijk deze video ook een beetje over waarom dat zo is. Want we zijn heel druk bezig geweest met veranderingen bij Team by Jill. En daarom dacht ik, het is misschien wel eens leuk om even een video te maken over Team by Jill. Over Team by Jill. En wat er nou precies is achter de schermen. Want het is ook nog eens even een interessante video. Omdat er dus iets gaat veranderen ook aan de prijs. En daarom zou ik ook zeker blijven kijken als je eventueel geïnteresseerd bent hierin. En dat je nog aan het twijfelen was bijvoorbeeld. Want we gaan ook achter de schermen stukjes laten zien. En ik ga natuurlijk even wat meer uitleggen over Team by Jill en wat er nog gaat veranderen. Dus als je dat interessant vindt, dan moet je zeker blijven kijken. Nou, allereerst ben ik natuurlijk super trots op dat Team by Jill in, even kijken, denk ik, het is nu bijna 2 jaar, in juli 2 jaar bestaat het. En we zijn zo ontzettend gegroeid, het is echt niet te doen. Het begon eigenlijk een beetje, ja, wel als een, het was natuurlijk altijd wel serieus, maar ja, je begint er gewoon aan en je denkt, oh, dit is leuk om mensen te kunnen helpen. En inmiddels is het echt super uitgegroeid tot echt een heel groot platform en zo, waar mensen elkaar ook echt weten te vinden. En we hebben natuurlijk een tijdje geleden de Horses Product of the Year Award gewonnen in de categorie training. En dat was natuurlijk wel echt een hele gave bekroning op de energie en de moeite die erin stopt en de liefde voornamelijk. Maar het is wel tijd en daarom heb ik deze video ook opgenomen om stapjes te gaan maken met Team by Jill. En dat gaan we in verschillende vormen doen. De stap die we nu gaan maken komt eigenlijk voort uit dat we dus bijna 2 jaar geleden, dus juli 2 jaar geleden, zijn begonnen met Team by Jill. En toen stond er zeg maar nog bijna geen content online. Dus degenen die zijn begonnen met mij, die zijn ook echt bij het allereerste filmpje begonnen wat ik voor ze gemaakt heb. Het gaat dus over instructiefilmpjes die ik maak. Hè. Voor degenen die echt niet weten wat Team by Jill is, kom je later nog achter deze video. Maar toen stond er dus nog helemaal niks op de site. En inmiddels zijn we dus 2 jaar verder bijna. En ja, zijn we zo erg gegroeid dat ook de content, dus de video's die erop staan, inmiddels ja, echt zijn volgens mij iets van tussen de 35 en de 40 video's inmiddels. En ja, dat is dus niet meer zo klein en schattig en zo wat het eerste was. En daardoor hebben we eigenlijk besloten dat we een stap vooruit moeten gaan maken. En eerst was het altijd dat je maar 1 pakket kon kiezen. Dus je hebt gewoon een standaard pakket. En dan kon je dan, dat kost €3,95. Dat is er nu nog steeds. En dan kan je alle video's zien. Je kan toegang tot de community krijgen. En dat kan je dus voor €3,95 per maand kopen. Of 1 keer €45. En dat is dan voor een heel jaar. Alleen nu gaan we dus naar niet 1 pakket, maar 3 pakketten. Degenen die nu al lid zijn, die blijven gewoon €3,95 betalen. Of €45 per jaar. En dat blijft dus zo. Maar nu gaan we over naar nieuwe pakketten. Dat is pakket 1. Dat gaat Basic heten. Dat kost weer €3,95. Dus hetzelfde als wat het eerst was. Maar nu krijg je een pakket als het ware met 10 video's. Die ik geselecteerd heb voor jullie. Die ik denk dat heel interessant zijn. En waarbij je een groot deel... Nee... En waardoor je een goed beeld krijgt van Team by Jill. En waar je al echt een heel echt iets aan hebt, zeg maar, voor een klein bedrag. En je krijgt ook toegang tot de community. Dat laat ik daar nog iets verder zien in de video, hoe dat eruit ziet. En dan kan je vragen stellen, video's insturen en alle dingen met de community gewoon die iedereen heeft. Dus dat blijft €3,95 kosten gewoon. Maar dan krijg je dus een standaard pakket van 10 video's. En dat worden ook niet meer video's. Dus dan kan je gewoon, als je dan die 10 video's hebt bekeken, dat worden er niet meer, zeg maar. Nou, dan krijg je pakket 2, dat heet Premium. En dat wordt, zeg maar, het wat eerste mensen die nu lid zijn, krijgen dit pakket automatisch. En dan krijg je dus overal toegang tot, dus de community, tot de video's, tot alle video's, zeg maar, meteen, tot de hele mediatheek. En dan krijg je ook 2 keer per maand een nieuwe video. Je krijgt een speldje. Je krijgt, je maakt kans op het winnen van een privéles. Je maakt kans op het winnen van een product van Team by Jill. En we gaan ook nog een jaarlijkse bijeenkomst houden. En daar mag je gratis aan meedoen. En dat is op volgorde van inschrijving. Maar dat komt natuurlijk nog. Maar dat pakket, die kost nu nog €3,95. Alleen dat wordt...
9,95. En dat gaat aankomende donderdag, als het goed is, veranderen. Dus degenen die nu al lid zijn, die worden automatisch dit voor dezelfde prijs als dat ze voor 3,95. Dus krijgen ze het lidmaatschap van 9,95. Het is dus interessant om voordat het gaat veranderen nog lid te worden voor 3,95. Want dan krijg je natuurlijk voordeel. Maar daar vertel ik daar ook nog iets meer over. Dan hebben we nog het derde pakket. En dat wordt de Team by Jill Riders Club. Dat is echt heel gaaf. Daar ben ik super enthousiast over. Dat is dus dat je sowieso alles krijgt van premium. En alles van basic natuurlijk. Maar premium, dus je krijgt alle online dingen sowieso. En daarnaast krijg je ook nog iedere maand van mij privéles. Je krijgt een kledingpakket. We gaan een persoonlijk ontwikkelingsplan samen maken. Je krijgt het hele jaar door als het ware coaching. Dat je mij gewoon kan benaderen. Zo van, oké, welke wedstrijd zal ik rijden? Zal ik deze wedstrijd rijden? Of kan ik die wedstrijd beter rijden als ik dit en dit en dit wil bereiken? Ik ga ook activiteiten organiseren. 2 keer per jaar voor de Ridersclub. Wat zeg maar interessant kan zijn voor jou als lid. Voor je ontwikkeling als het ware. Die lessen, dan vraag je misschien af van oké, maar hoe gaat ze dan al die lessen geven? We hebben 3 locaties. Nee, 4, sorry. We hebben 4 locaties. Gevonden in Nederland, waardoor ik bijna iedereen wel kan bereiken. Het gaat om Bijlen, dat ligt ergens tussen Friesland, Groningen en Drenthe in. Het gaat om Wenen-Wiesel, dat is bij Apeldoorn. Helmond, onze eigen stal, is een trainingslocatie. En Woubrugge, dat ligt bij Alfa aan de Rijn, tussen Noord- en Zuid-Holland ongeveer in. We hebben 20 plaatsen voor de Riders Club en die zijn zeg maar verdeeld over die 4 plaatsen. Dus Bijlen heeft 6 plaatsen, Wenen-Wiesel heeft nu 4 plaatsen, Helmond heeft 4 plaatsen en Woubrugge heeft er 6. En zo is het ook verdeeld, dus zeg maar zo zijn die 20 mensen verdeeld door Nederland. Daardoor hebben we het zeg maar ook zo opgedeeld. En dat abonnement dat kan je zeg maar per maand betalen of ineens een jaar. Want je moet wel per se voor een jaar lang lid zijn. Want anders dan klopt het ook niet. Want het is echt een soort, soort begeleidingspakket. Dat ik jou echt, dus ook niet alleen online, maar ook in het echt kan begeleiden. Dat wordt €89 per maand. En als je in een jaar betaalt, als je een jaar meteen betaalt, dan krijg je een maand gratis. En dat is net zo voortaan bij het 9,95 pakket straks. Op Team by Jill heb ik al een tijdje geleden verteld dat dit eraan zit te komen. En heb ik natuurlijk ook verteld van de Riders Club. Omdat zij als eerste recht verdienen om zeg maar te weten wat er gaat veranderen natuurlijk. En zij weten dit al een tijdje. Maar ook krijgen zij als eerste voorrang tot het inschrijven van de Riders Club. En dat gaat woensdag gebeuren. Woensdag 11 maart krijgen alle leden een mailtje met alvast de link naar het pakket voor de Riders Club. En dan kunnen zij als eerste inschrijven als ze dat willen voor de Riders Club. Dus als jij nu denkt van oh my gosh, daar moet ik echt bij zijn. Dan moet je sowieso lid zijn van Team by Jill. Maar donderdag wordt het opengesteld. Mocht de Riders Club nog niet gevuld zijn met leden van Team by Jill op woensdag, dan komt die op donderdag komt het online voor iedereen. Dan kan je daar ook voor opgeven. Dus als je dat interessant vindt, dan is het zeker een aanrader om al te kijken of dat je woensdag kan inschrijven. Zodat je zeker bent van het plaatje. Want het zijn natuurlijk maar 20 totaal, maar echt maar 6 in Bijlen, 6 in Woubrugge, 4 in Wenen-Wiesel en 4 in Helmond. Dus dat is niet heel veel. Dus nog even het allerbelangrijkste wat ik nog wil vertellen, waar ik jullie nog even een tip voor wil geven. En wat belangrijk is dus om te weten, is dat je tot donderdag nog lid kan worden van Team by Jill voor 3,95 per maand, waarbij je toegang krijgt tot alles wat straks 9,95 per maand wordt. Dus straks, dat is aankomende donderdag. Dus als je twijfelt, kijk deze video even af. Dan gaan we even laten zien wat er achter de schermen allemaal te zien is bij Team by Jill. Wat je kan verwachten.
En ja, dan zou ik daar zeker gebruik van maken. Dus even om terug te denken, het worden 3 pakketten straks. Niet 1, maar 3. Basic wordt €3,95. En dan krijg je een pakket van 10 video's en toegang tot de community. Premium wordt €9,95. En dan krijg je alles aan toegang. En toegang tot de mediatheek. Alle video's kan je kijken. En je krijgt 2 keer per maand een nieuwe video. En alle winacties en zo mag je aan meedoen. Of de Riders Club. En dat zijn die 20 plaatsen waar ik net het een en ander over heb verteld. Nou, wat is nou Team by Jill? Ik denk dat we daar eventjes achter de schermen gaan duiken nu. En dat ik het een en ander daar even over ga vertellen. En dan zie ik jullie zo in de community. Nou, allereerst ga je naar www.byjill.eu. En dan kom je op mijn site. Waar ook nog eens een sale is. Hint, hint. Nee, dan ga je naar Team by Jill. Of hier, lid worden. Even voor de makkelijkheid naar Team by Jill. En dit wordt straks ook allemaal vernieuwd. Maar nu is dit nog waar je lid kan worden. Nou, dan kan je kiezen op jaarlijks. Dit klopt niet. Dus het is per jaar in plaats van per maand. Dan kan je hier kiezen of dat je lid wil worden voor een maand of voor een jaar. Nou, bij wijze van spreken kan je hier dan lid worden. Hier staat inderdaad per jaar. Dus dan klopt het wel. En dan reken je af. Etcetera. Nou, dan ontvang je in je mailbox een automatisch mailtje met jouw logingegevens. Kijk ook even zeker bij je spam of bij je ongewenste mail, want daar kan die wel eens terechtkomen. En dan ga je naar team.byjill.eu en dan kan je hier inloggen. Dit is het inlogscherm voor Team by Jill. En dan kom je hier dus achter de schermen in de community. En even om uit te leggen, je hebt hierboven de kantine. Dat is dus de community zoals ik dat noem. De instructievideo's en de webshop staat hier ook. Dan heb je hier aan de linkerkant de boards. En dat zijn eigenlijk alle onderwerpen waar je iets mee kan doen, bij wijze van spreken. En je hebt hieronder nog deel je verhaal en dat is dit. Nieuws en mededelingen, die is eigenlijk voor mij daar... doe ik allemaal dingetjes neerzetten, die bijvoorbeeld hier inspiratiedagen, nieuwtjes, dat soort dingen. Algemene dingen gewoon. Nou, hier kan je jezelf voorstellen. En dat doen echt heel veel mensen, dat is super leuk om te lezen. Dus die zijn allemaal hun paardjes aan het voorstellen en dan kan je lekker zo een beetje scrollen en welkom heten en dat soort gezelligheid, heden. Hier hebben we Stay Positive. Daar heb ik ooit bedacht. Volgens mij staat het ook ergens. Iedereen blijft er altijd op reageren. En ooit stond het volgens mij hierboven dat het leuk is als je iedere keer als je gereden hebt iets noemt waar je trots op bent. Bij wijze van spreken. Dat je gewoon positief telkens je training ingaat. Nou, maar er zijn ook andere dingetjes. Sommige mensen die plaatsen hier iets. Hier net als... geen Stay Positive. Nou, allemaal eerlijk. Dus ik probeer er ook een beetje doorheen te scrollen. Want ik vind het ook wel eerlijk gezegd een beetje een veilige omgeving. Dus ik vind niet dat daar per se heel erg allemaal op ingezoomd hoeft te worden. Want daarom is het ook allemaal achter de schermen. Nou, dit is bijvoorbeeld iets minder privé. Dit gaat over de teugeltjes bijvoorbeeld. Die iemand, dus allerlei gezellig kletsen. Ja, alles. Je mag hier eigenlijk alles neerzetten. Dus niet rijtechnische onderwerpen. Dit is, ja... gezet. Dan hebben we hier nog Q&A met mij. Dat is eigenlijk iets over, ja, veel mensen gebruiken dit als toch als vragen stellen over de video's. Maar dit gaat eigenlijk over ja, eigenlijk alles voer en management en zo. Dat is eigenlijk meer het idee dat mensen hier daar vragen over stellen. Maar kijk, dit gaat voornamelijk over rijtechnische vragen. Dus daar moeten we misschien nog even een keer iets aan doen. Maar ja, ik vind het eigenlijk al prima als iedereen gewoon lekker doet. En gewoon ontspannen hier zijn ding kan doen. Nou, dan hebben we een nieuwe video idee. En dat is heel interessant. Want daar is Team by Jill ook echt op gebaseerd. Dat, dat de video's worden gemaakt naar aanleiding van wat jullie willen zien. Dus iedereen kan zeg maar zelf... laten weten van, oh, ik wil hier liever een video van zien of ik wil hier een video van zien. En eigenlijk gaan mensen elkaar dan al super lief helpen en zo. Dus, of van, ja, ik snap dat je dit moeilijk vindt. Of, ja, echt gewoon super lief. Maar daar haal ik dus ook mijn ideeën uit voor de volgende video's.
Dan hebben we nog vragen over video's, want dat mag natuurlijk ook. Het is niet zo dat het per se helemaal duidelijk hoeft te zijn natuurlijk. Als ik een filmpje heb gemaakt, dat vind ik ook leuk, want daarover kan ik weer een nieuwe video maken bijvoorbeeld, met nog meer uitleg. Nou, hier heb je dus die categorieën, daar komen we dadelijk ook bij. Houding en zit video's. Nou, gaan we naar de houding en zit video's. Dat zijn de vragen over houding en zit video's dus. En daar reageert eigenlijk Misha altijd, want Misha is daar de expert als het ware. Dus ik laat het ook aan Misha over, dat zij hier lekker op reageert en dat zij jullie de beste tips kan geven. Nou, hier heb je jong paard opleiden video's. Daar zijn vragen over de basisvideo's en de oefeningvideo's. Daar stelt iedereen gewoon in die categorie zijn vragen. Dat is voor mij ook makkelijk om te onthouden waar ze de vragen over stellen, omdat ik snap over welke video het gaat. Nou, dan heb je ingestuurde video's. Daar ga ik ook eerlijk gezegd niet te veel over laten zien, want ik vind dat ook een beetje een veilige omgeving. En mensen vinden het al super tof dat mensen hier zeg maar het durven om zich kwetsbaar op te stellen. Dat doen echt veel mensen. Omdat ze voelen dat het dus een veilige omgeving is. En dan durven ze ook een filmpje te plaatsen. En dan gaat iedereen om. Of ja, iedereen. Veel mensen gaan dus tips geven. Maar allemaal, ja, dat wil ik zeker zeggen, dat het zeg maar heel opbouwend is en heel lief. En daar krijg je vaak opmerkingen over dat het zo'n fijne omgeving is. En dat er zo weinig, of ja, weinig, echt oprecht helemaal geen onaardige dingen worden gezegd of negativiteit is naar elkaar toe of echt waar. Ik heb oprecht nog niet één bericht hoeven te verwijderen over dat iemand iets onaardigs zei over iemand anders. Dus ja, dat is echt natuurlijk iets om in deze tijd heel erg trots op te zijn. En daarom laat ik dit ook gewoon en lekker, ook al ben ik heel trots op deze persoon, want die heeft ze echt heel goed gedaan en heel veel vooruitgang. Dit hoeft niet alleen negatief te zijn ingestuurde video's, zo van ik kan dit niet of zo, maar ook gewoon om te laten zien van oh kijk eens hoe erg we vooruit zijn gegaan, net als Marty. Dus dat is dit. Ja, dit is challenge en quiz, daar wilden we eigenlijk wel iets meer mee gaan doen, maar dat is voor nu even. Soms komt daar een quizvraag over en dan krijg je 10 hartjes win je daarvoor. Dan ga ik nog even uitleggen zo. En dit is alle info over de inspiratiedag. Inspiratiedagen die er aan zitten te komen weer. Maar dit is van het afgelopen jaar. En ik wilde eigenlijk al die algemene vragen op laten staan. Zodat mensen daar gewoon naar konden kijken. Nou, dan heb je hier een moodboard. Deel je verhaal. En dan kan je allemaal plaatjes. Hoop, hij spaced hem. Dan kan je allemaal plaatjes delen. Ik doe daar ook 2 keer per week iets op delen. Gewoon een leuk plaatje, inspiratiequote. En er staat echt van alles en nog wat hier. Ja, ik kan ook eeuwig doorscrollen. Maar ook springen, zoals je ziet. Dus ja, als mensen vragen van ja, voor wie is Team by Jill? Ja, voor eigenlijk echt iedereen. Want je hebt mensen met tinkers, je hebt mensen met fjorden, je hebt mensen met PRE-achtige bloed. Je hebt mensen die er niet eens wedstrijden rijden. Je hebt mensen die wel lichte tour rijden. KPN'ers, springpaarden, manners zijn er zelfs. Echt van alles en nog wat. En ja, het maakt ook echt helemaal niks uit. Als jij maar zeg maar wil verbeteren op jouw niveau. Of jezelf wil ontwikkelen of meer wil leren. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, zeg maar. En verder maakt het mij en ons allemaal niet zoveel uit wat voor kleur je paard heeft. Of dat hij sokken heeft of niet. Of dat hij heel hoog in het bloed staat of niet. Wil ik meteen iets zeggen over de leeftijden. Ook van alles wat. Maar voornamelijk denk ik van 16 tot... Nou, de grootste groep is denk ik tussen de 25 en de 35, denk ik. Het is voornamelijk dus die leeftijdsgroep. Nou, dan gaan we eventjes... hier is misschien nog leuk om te zien. Hier heb je dus een leaderboard. En daar heb ik Dream Team hartjes gegeven. Dan kan je dus als je... Tess die staat nou bovenaan met goud, zilver, brons. Hè? En dan krijg je dus als je reageert of als je een topic opent of als je weet ik veel wat je allemaal krijgt. Krijg je allemaal hartjes en die kan je dus verzamelen en dan kom je dus bovenin het leaderboard. En dan moeten we eigenlijk nog een keer iets mee verzinnen dat je dan bijvoorbeeld, weet ik veel, iets wint of zo. Maar dan, ik wil wel dat mensen gewoon echt
real dingen posten en niet gewoon omdat ze dan iets winnen of zo, want dat zou irritant zijn. Dit is gewoon puur, want je wint er dus nu niks van mee. Dus dit is gewoon echt omdat, ja, zij heel actief zijn hier. En dit heeft ook iets te maken daarmee, maar dus Tess is echt een strijder. Maar ik weet niet precies waar dit ook weer mee te maken heeft. Dit is volgens mij met dat je topics opent, volgens mij. Nou, dan gaan we naar instructievideo's. En dan heb je 4 categorieën. Ik ben allemaal dreamteam dingen aan. Ik weet niet waarom. Dan heb je houding en zit, jong paard, basis en oefeningen. En dan gaan we naar houding en zit. En dan krijg je hier zeg maar de voortgang van wat je allemaal hebt gevolgd en zo. Ja, bij mij zit het natuurlijk helemaal vol, omdat ik alles erop heb gezet. En dan heb je de afleveringen bijvoorbeeld. En als je dan vragen wil stellen, kan je hier klikken. En dan kan je terug naar de community, of naar de kantine, sorry. En dan kan je daar je vraag stellen. Nou, dan ga je weer naar instructievideo's. Jong paard. Dit zijn alle onderdelen. Dan kan je hier klikken. En dan heb je hier allemaal, ga weg. Allemaal stappen. Nee, onderwerpen. Basis. Geldt hetzelfde. Kijken wat er allemaal op staat. We moeten hier ook nog een beetje meer, hoe zeg je dat, orde in gaan scheppen. Maar ja, voor nu, als je het zoekt, kan je het wel vinden. Dan heb je de oefeningen. En daar staan alle oefeningen die we tot nu toe hebben gemaakt. En je kan ook nog chatten naar elkaar. Je kan elkaar bijvoorbeeld taggen. Al dat soort dingen. Hier kan je op trending, dan krijg je dus de hot topic, zeg maar, de dingen. En nieuws is gewoon alle nieuws. Het werkt een beetje hetzelfde als Facebook dus. En dit was het eigenlijk wel voor nu. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om eens een kijkje achter de schermen te krijgen bij Team by Jill. En dat je nu ook echt een beetje weet van wat je kan verwachten. En maak dus nog zeker voor donderdag gebruik van die actie dat ik nog voor €3,95 alles kan krijgen. Of voor €45 voor een heel jaar. Hè? Dus dat is hetzelfde. Voor jaarlijks geldt het ook. En anders zie ik jullie misschien wel bij de Ruidersclub. Maar voor nu bedankt voor het kijken. En misschien wel weer tot bij Team by Jill. Doei doei!